De buurtbemiddelingsorganisatie Sterker Sociaal Werk vierde gisteren feest. De organisatie helpt al tien jaar lang met het oplossen van burenruzies in verschillende gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Daarom had de organisatie een bijeenkomst georganiseerd in Theater de Kik in Elst. Volgens coördinator Gabrielle Langhout verdienden de vrijwillige mediators het feestje. Nou, we vieren vandaag dat buurtbemiddeling Lingenwater en Overbeten weer tien jaar bestaat. En ja, we vieren dit met onze vrijwilligers, de buurtbemiddelaars. Met onze verwijzers, dus de woningcorporaties en de wijkagenten. Met de gemeente, die ook meebetalen. En met de schilder omheen. En tien jaar is wel reden voor een feestje, vonden wij. In de tien jaar hebben we 1095 zeg maar, casussen van buurtbemiddeling, meldingen van buurtbemiddeling en behandeling genomen. En gemiddeld lukt dan zo'n 72% van alle meldingen die wij binnenkrijgen, die, daar lukt het om buren weer onspeaking terms te krijgen. Om de medewerkers te belonen voor het werk had de organisatie ook een theatershow verzorgd. En om de dag extra feestelijk te maken, was onder andere de burgemeester van Overbetuwe, Toon van Asseldonk, aanwezig om zijn waardering uit te spreken. Ik ben er buitengewoon blij mee. Ik denk dat de buurtbemiddeling ons eigenlijk op een bepaalde manier heel veel werk uit handen neemt. Wat anders bij ons als gemeente, Wij bij ons als bestuurders of bij onze medewerkers terecht zou komen. En ik denk dat er heel veel zaken door hen opgepakt worden. Waarbij er eigenlijk kleine conflicten in een buurt ontstaan zijn. Die zij in een vroeg stadium kunnen oppakken en tot een oplossing kunnen brengen. En dat is belangrijk, omdat als je er nu bij bent, dan kan zoiets echt groot gaan worden. En dan ontstaat er echt een gevoel van onveiligheid in een buurt wat je niet wilt hebben. Dus wij zijn buitengewoon content over de inzet van buurtbemiddeling. En vooral van al die vrijwilligers die daar aan meewerken. Wij zijn er heel blij mee. Na tien jaar bemiddelen blijven er nog steeds nieuwe uitdagingen in het oplossen van burenrussies. Je ziet bijvoorbeeld de laatste jaren een toename, waarbij taal in één keer een probleem is, hè? omdat er bijvoorbeeld statushouders in de straat komen wonen. Psychosociale problematiek neemt toe en wij moeten daar als buurtbemiddelaars moeten wij daar ook mee om kunnen gaan en onze diensten blijven ontwikkelen.